Ze eet maar, ik eet maar. We bevinden ons vandaag in het cultureel centrum Casino te Meulenberg. Vandaag is het teken van het internationale kinderfeest. Dit evenement wordt georganiseerd samen met verschillende gemeentelijke diensten, als ook de diversiteitsraad, als natuurlijk als gastheer de Turkse moskee, de Turkse gemeenschap in zijn totaliteit. Hier is eigenlijk van alles. We hebben eigenlijk binnen- en buitenactiviteiten. Binnen eigenlijk zijn er voorstellingen, liedjes, koor. Daar werden de internationale liedjes gezongen van de Europese gemeenschap van Turkije en ook andere nationaliteiten. En buiten zijn er ook nog heel wat activiteiten zoals klimmuur, BMX, vroeg theater, straattheater. Ze kunnen zich sminken, tattoos zetten, allerlei activiteiten. De achterliggende gedachte van dit feest heeft te maken met vrede, verdraagzaamheid. De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van de toekomst. En wij willen ze natuurlijk inenten met vrede, verdraagzaamheid en harmonie te leven. Wij zijn van Giro Meulenberg en wij vinden het kinderfeestje geweldig. Heel geweldig, ja! We zijn vandaag in onze school en dat is Euroschool de Mozaïek in Houtalen. We zijn vandaag gestart met een schooltuintje en dat is een heel uniek initiatief, want ons schooltuintje wordt aangelegd door de kindjes van Eerste Kindertuin onder leiding van een juffrouw. Dat is eigenlijk het project MOS dat we hebben. Dat is milieuzorg op school. Er zijn eigenlijk veel scholen die daar ook aan meewerken. En wij zijn daar 5 jaar geleden mee gestart. En we hebben daar verschillende thema's in. Het eerste schooljaar hadden we gekozen voor thema water. Het tweede schooljaar voor thema energie. En nu is eigenlijk al het derde schooljaar dat we voor het thema natuur bezig zijn. Ik ben verantwoordelijk voor het tuintje te onderhouden met nog 11 leerlingen van het 6e leerjaar. Wij gaan dus regelmatig voldoende water geven en de onkruid eruit trekken en zorgen dat het een mooie tuintje wordt.